Het overkomt iedereen wel. Je hebt een lekkere maaltijd gekookt, maar het oog was weer eens groter dan de maag. Je hebt nog een halve pan eten over. Dat dit niet hoeft te betekenen dat je het eten weg hoeft te gooien, dat bewezen scholieren van het Comenius Samenhof in Leeuwarden. De scholieren trakteerden de eerste 100 bezoekers van de school op een heerlijke lunch. Hoe zijn jullie zo op dit project van de kliekjes gekomen? Nou, er wordt per jaar per persoon ongeveer 50 kilo aan eten weggegooid. En dat vonden we nogal veel en toen hebben we dit bedacht. Ja, kliekjes die heeft iedereen wel eens. Hebben jullie nou voor vandaag, voor dit van huis, alle kliekjes meegenomen? Nee, we hebben dit hier allemaal zelf gemaakt. We hebben van overgebleven groenten bij een deeg gedaan. En dan kunnen hier mensen proeven over het, ja, of het lekker is. En de rest kan allemaal in de boel. Ook een keuken heeft te maken met kliekjes natuurlijk. Ja, zeker, we hebben regelmatig kliekjes van alles en nog wat. En we zijn daar heel zuinig mee. We proberen het wel vers te verwerken. Hè, zoals vandaag ook, dan hebben we een hoop zaken van de lunch over. En morgen maken we daar misschien weer wat lekkers van. Ja. Het zou goed zijn als iedereen dat deed. Hè? Ja. Jullie brengen dat de studenten en de leerlingen ook bij. Zo van, oké, je zal altijd in het restaurant gebeuren ook eten overhouden. Ja, nou, het project Fortumba is daar natuurlijk uitermate geschikt voor om kinderen erop te wijzen. Ja. Maar tijdens de les probeer je ook zo economisch mogelijk te werken. Ja. Ga je ook economisch met brandstof om. Ja. En dan roepen we maar weer de planeet. Hè? De planeet moet blijven bestaan. Ja. Dus het gas terugdraaien en dat soort zaken. Maar ook het eten bewaren. En, maar niet te lang natuurlijk. Hè? Je mag eten 24 uur, 48 uur in de koelkast bewaren. En het wordt allemaal gelabeld. Dus je hoeft niet bang te zijn dat je met klietjes te maken krijgt die je helemaal... niet meer goed zijn.